Na zijn droomdebuut van zaterdag bij Cambuur geniet FC Dordrecht-keeper Menno Bergsen van 2 vrije dagen. Zo kan hij thuis rustig bijkomen van alles wat er op hem afkwam na die spectaculaire 4-1 overwinning. Dat was veel inderdaad. Ik bedoel, alle vrienden, familie, kennissen, die stuurden mij appjes. Allemaal positief, allemaal hartstikke leuk ook. Dus dat is ook allemaal een beetje nieuw voor mij natuurlijk. Ik bedoel, het was mijn debuut en als je het dan ook nog goed doet, dan krijg je daar veel reacties op. Nou, Bartok nu dan, Bartok, nee, wat een fantastische redding van die doelman zeg. Dit was de kans op 2-4. Maar Menno Bergsen redt Dordrecht weer voor de 3e maal. Ja, dit is een heerlijke reactie van die doelman. Ja, het is fantastisch natuurlijk. Ja, dit is allemaal voor altijd bijblijven. Ik kan het ook zo weer voor me halen. Ik bedoel, ik kan mijn voorzet en hij staat hartstikke dichtbij, maar ik gooi mezelf ervoor. En als je die ballen dan pakt in je debuut, dat is fantastisch. Na de stunt bij Cambuur heeft FC Dordrecht niet te klagen over media-aandacht. Ja, het was een fantastische stunt was het. Het was echt, echt top voor iedereen die iets met Dordrecht te maken heeft. Alle fans. En ja, ik ben echt trots op het team ook, hoe we het gedaan hebben. En mooi om het allemaal zo te zien. En we gaan ervoor in de volgende ronde. We gaan lekker naar Sparta. Bergsen kan zich volledig focussen op het voetbal, omdat hij zich een jaar lang niet bezighoudt met studeren. Nou, ik heb vorig jaar mijn school afgerond en dit jaar heb ik daar een tussenjaar van genomen. Ik wil het misschien volgend jaar weer op gaan pakken. Maar omdat ik in het begin van dit jaar met het eerste meedeed en met jong trainen in de middag, had ik zeg maar niet echt tijd voor een opleiding daarnaast. Toen heb ik besloten om een jaar er tussenuit te gaan. Sparta is de club waarvoor Bergsen uitkwam in de jeugd. We hebben veel oud-Spartaan ook. Dus het wordt een leuk potje. Dus er werd al volop in de handen gewreven. Ja, zeker. Vinden we allemaal leuk. Volgens de debutant is zijn FC Dordrecht niet kansloos tegen Sparta. Nou, ik denk dat je ons na Cambuur, dat je ons echt niet meer uit mag vlakken. Kijk, tuurlijk, qua grootte van de club en qua prestaties gezien, zou Sparta moeilijk voor ons zijn. Zo reëel zijn we. Alleen, ja, ik denk ook dat wij serieus een kans hebben. Want je ziet, wij komen ook terug van een 5-1 achterstand tegen Cambuur. Dat is ook heel knap. Dus ik denk dat we zeker kans hebben.